Hoofdstuk 15. De volgende dag zijn ze weer bij elkaar in de schuilplaats. Ook Erika is er. Ze was diep geschokt toen ze hoorde dat oom Ben een verrader is. Ze kan het haast niet geloven. Nu ze in het hol is, vermijdt ze hem aan te kijken. Dirk heeft ernstig nagedacht. Hij deelt zijn conclusies mee aan de anderen. We moeten hem inderdaad maar onder de hoede stellen van meneer Postma, zegt hij. Het is namelijk best mogelijk dat hij dingen weet die belangrijk zijn voor de ondergrondse. Die moet meneer Postma maar uit hem zien te krijgen. Hopelijk is de oorlog binnenkort afgelopen. Dan kunnen we hem overdragen aan de autoriteiten. De rechter kan dan beslissen welke straf hij moet hebben. Ik zal met genoegen tegen hem komen getuigen. Misschien is deze oplossing door Dirk bedacht, omdat hij zelf het vonnis niet ten uitvoer kan brengen. Jack waarschijnlijk ook niet. Erika en Michiel laat hij helemaal buiten beschouwing. Oké, vraagt Dirk. Hij kijkt de kring rond. Iedereen knikt. Hoe krijgen we hem hier weg? Vraagt Michiel. Ik stel voor dat jij met een briefje van mij naar meneer Postma gaat, zegt Dirk. Hopelijk weet Postma een plaats waar hij van hier te kan verbergen. Je moet hem vragen of hij bereid is naar de rand van het Dagdalerbos te komen om de gevangenen over te nemen. Ik breng hem dan, met behulp van het pistool, van hier naar de rand van het bos. Niet mogelijk, zegt Jack. Je handen trillen nog te veel om het pistool vast te houden. Ik zal het doen. Daar heeft Dirk op zijn beurt bezwaar tegen. Het is nergens goed voor dat meneer Postma jou ontmoet. Toch moet één van ons het doen. Ik wil liever ook niet dat meneer Postma precies weet waar onze schuilplaats is. Ik vertrouw hem wel, maar hoe minder mensen het weten, hoe beter. Ik kan het toch doen, zegt Michiel. Durf je dat? Natuurlijk durf ik dat. Wat is er aan te durven? Goed, dat is dan afgesproken. Als de Duitsers me aanhouden en het briefje vinden, zijn we erbij, zegt Michiel. Is het niet beter dat ik zonder dat briefje naar meneer Postma ga? Hij zou je misschien niet geloven. Ik zal proberen het briefje zo te schrijven dat iemand die mij niet kent er niks wijzer van wordt. Ze stemmen allemaal in met het voorstel. In het briefje schrijft Dirk alleen: M van B is volkomen te vertrouwen volgens de witte leghoorn. Dat betekent natuurlijk: Michiel van Beuzekom is volkomen te vertrouwen volgens Dirk Knopper. Michiel trof meester Postma thuis. Toen die het briefje had gelezen, keek hij Michiel vorsend aan. Weet jij wie Witte Leghoorn is? Michiel knikte. Is hij in gevangenschap? Hij is ontsnapt. Goddank, zei meneer Postma. Waar is hij nu? Michiel keek zijn oude meester recht in de ogen zonder iets te zeggen. Goed, wat kan ik voor je doen? De jonge verzetstrijder vertelde van het verraad en van de verrader. We willen hem graag aan u overleveren, besloot hij zijn verhaal. Na enig nadenken stemde meneer Postma erin toe de gevangenen de volgende avond om 7:30 aan de rand van het Dagdalerbos te komen halen. Hoe, lopend? Vroeg Michiel. Ja. Bent u niet bang dat hij ontsnapt tussen de mensen? Om 7:30 schemert het al. Er zullen weinig mensen op straat zijn. Bovendien hoef ik niet over de straatweg. De drukste straat die we moeten passeren is de oude stationsweg. Veel mensen zullen daar niet zijn. Toch is er enig risico. Durf jij mee te gaan, zodat we hem tussen ons in kunnen laten lopen? Jawel. Goed, tot morgenavond dan. Ben van Hierde rook zijn kans om te ontsnappen. Dat kleine stukje, van het sparreveld tot aan de rand van het bos. Dan zou hij alleen zijn met Michiel. Dan moest het kunnen. Jack kroop mee tot aan het bospad. Daar overhandigde hij Michiel het pistool. Als hij er vandoor gaat, niet aarzelen om te schieten, zei hij. Michiel knikte zo rustig mogelijk. Zou hij dat inderdaad durven? Schieten op de man die hij zo lang aardig had gevonden? Hij liet Ben van Hierde een paar meter voor zich uitlopen en hield het pistool onder zijn jekker. Amper waren ze uit het gezicht van Jack verdwenen of van Hierde keerde zich om. Moeten we nu zo door het bos, wij die zo dikwijls samen een wandeling hebben gemaakt? Vroeg hij verwijtend. Doorlopen, gromde Michiel. Maar Ben van Hierde liep niet door. Hij ging zitten op een omgevallen boom. Michiel haalde het pistool tevoorschijn en richtte het op het hoofd van de man. Ik schiet, zei hij, maar erg zeker klonk zijn stem niet. Dat geloof ik niet, zei Van Hierde, jij kunt niet op me schieten. Daarvoor zijn we te lang goede vrienden geweest. Kom nu eens even naast me zitten en laten we eens praten. Sta op en loop door, zeg ik je. Michiels stem sloeg verwaarlijk over. Luister eens, Michiel, probeer me te begrijpen. Ik geloof dat het nationaal-socialistische systeem van de Duitsers het beste is voor de wereld en voor ons land. Dat kan toch?
Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar iemand kan die mening toch eerlijk zijn toegedaan. Zo is dat nu eenmaal met mij. Wel nu, is het dan niet mijn plicht alles te doen wat ik kan om de Duitsers te helpen hun systeem over de wereld te verspreiden? Ben ik dat dan niet verplicht naar eer en geweten? Nee, zei Michiel. Niemand kan naar eer en geweten verplicht zijn zijn land en volk te verraden. Willem Stomp te laten doodschieten en de tenen van Dirk Knopper in elkaar te laten slaan. Een gevoel van triomf schoot door Van Hierens hoofd. Hij had de jongen aan het praten gekregen, aan het discussiëren. Nu zou hij zeker niet meer durven schieten. Hij was weer menselijk geworden in de ogen van Michiel. In alle oorlogen gebeuren vreselijke dingen, zei hij overredend. Dat wil ik ook niet, maar ze gebeuren. Dacht je dat de Russen en de Amerikanen zulke lievertjes waren? Zij vechten voor een rechtvaardige zaak, zei Michiel. Maar ik wil niet met u praten. Sta op en loop door. Wat denk je dat die lui van de ondergrond ze met me zullen doen? Precies hetzelfde als met Dirk is gebeurd. Ze zullen me net zo lang martelen tot ze denken dat ik alles heb verteld wat hun de moeite van het weten waard is. Daarna schieten ze me dood. U hebt niet beter verdiend, zei Michiel, maar hij aarzelde al. Zou meneer Postman tot zoiets in staat zijn? Hij kon het zich niet voorstellen. Anderzijds had hij zich kunnen voorstellen dat oom Ben een verrader was? Ik loop nu dit zijpaadje in, zei Ben van Hierden rustig, en jij schiet niet. Je zegt maar dat ik ontsnapt ben, omdat er een Duitse patrouille door het bos kwam of iets dergelijks. Ik beloof je dat je me nooit weer zult zien. Hij was opgestaan en liep langzaam achteruit het paadje in, terwijl hij zijn ogen in die van Michiel bleef boren. Michiel stond daar, met het pistool in zijn handen, en bewoog niet. Kon hij op dat vertrouwde gezicht schieten? Hij dacht aan zijn vader, aan de barones, aan Dirk, aan Jannegien. Wat schoten deze mensen ermee op als Ben van Hierden stierf? En Jack? Jack zou natuurlijk gepakt worden. Van Hierden kende nu het hol. En Erika en hij? Zij zouden ook gepakt worden en doodgeschoten. Nog altijd bewoog hij niet. En zijn moeder? Zijn moeder zou weer een brief krijgen. Twee brieven in één envelop misschien wel. Waarin beleefd werd medegedeeld dat haar dochter en haar zoon... Ze zou op haar tanden bijten en Jochem in het verzet sturen. De krankzinnigheid van deze gedachte, een jongetje van 6 jaar in het verzet, doorbrak de ban. Toen hij de droge ogen van zijn moeder voor zich zag, leek de vriendelijke glimlach van Ben een valse grijns te worden. Hij sprong naar voren en haalde de trekker over. De kogel belandde nergens, maar het schot klonk onwaarschijnlijk hard in de avondelijke stilte. Werktuigelijk stak Van Hierden zijn handen omhoog. En nu lopen, siste Michiel, anders schiet ik je voor zeker dood. Mooi woord, voorzeker, vond hij zelf. Had hij waarschijnlijk in de kerk opgepikt. De verrader begreep dat zijn plan was mislukt. Gehoorzaam liep hij in de door Michiel aangeduide richting. Korte tijd later kwamen ze meneer Postma tegen, die geschrokken van het schot hun tegemoet was gegaan. Hij probeerde te ontsnappen, legde Michiel uit. Meneer Postma had een regenjas aan met wijde zakken. In de rechterzak hield zijn hand een pistool omklemd. Hij ging vlak naast Van Hierden lopen en duwde de loop van het pistool door de stof van zijn jas heen in de lendenen van de man. Ik schiet eerst en waarschuw dan, zei hij. Michiel liep aan de andere kant van zijn ex-oom. Geen van drieën sprak een woord. Tweemaal ontmoetten ze een bekende die ze zo gewoon mogelijk groette. Na een tijdje kwamen ze op de stationsweg. Direct zagen ze dat er iets bijzonders was. De stationsweg zag er anders uit dan anders. Wat was het? Munitiewagens, fluisterde meneer Postma. Onder de bomen, zo goed mogelijk gecamoufleerd, stonden op een onderlinge afstand van zo'n 100 meter 5 munitiewagens. Ze waren aan alle kanten gesloten, maar het opschrift liet er geen twijfel over bestaan. Zijn ze gevaarlijk? Vroeg Michiel. Zeer gevaarlijk. Een brandende sigaret kan een ramp ten gevolge hebben. Even later hoorde Michiel in de verte een zacht gebrom. Ik geloof dat we bezoek krijgen van Rinus de Raad, zei hij. Meneer Postma bleef staan. Je hebt gelijk, een Spitfire, dat is gevaarlijk. Michiel vond het een beetje overdreven. Hoe dikwijls had hij al een Engelse jager in actie gezien. Het geluid kwam snel naderbij. We moeten in dekking, zei meneer Postma. En toen Michiel nauwelijks reageerde, vervolgde hij driftig. Snap je het dan niet? Als dat vliegtuig 1 kogel in zo'n munitieauto schiet, gaat het halve dorp de lucht in. Hij duwde Ben van Hierden in een eenmansgat. Hou je gedijst, bromde hij. Ik hou je onder schot. Zelf sprong hij in het volgende gat en Michiel kroop in het daaropvolgende. Meneer Postma loerde over de rand van het gat naar Van Hierden. Even later daverde het vliegtuig over hun hoofden.
Ze doken in elkaar, maar geen schot weer klonk. Het toestel verdween. Michiel wilde uit zijn eenmansgat klimmen, maar meneer Postma beduidde hem te blijven zitten. Hij kan terugkomen, riep hij. En inderdaad, de piloot moest iets verdachts hebben gezien. Hij draaide met een scherpe bocht over het dorp en kwam opnieuw aanvliegen in de lengterichting van de stationsweg, lager dan eerst nu. Toen het angstige aanzwellende geluid vlakbij was, doken Michiel en meneer Postma weer in elkaar. Maar Ben van Hieren greep zijn kans. Hij sprong uit het gat en voordat Michiel of meneer Postma het zagen, was hij al een meter of 20 zigzaggend over de weg gehold. Meneer Postma wilde schieten, maar angst om een munitiewagen te raken weerhield hem. Hij had het gerust kunnen doen. De Spitfire gaf een straal vuur en raakte een van de wagens. Een oorverdovend lawaai. De aarde leek open te scheuren. Michiel en meneer Postma lagen als egels op de bodem van hun eenmansgaten. Het is ongelooflijk hoe klein je je kunt maken als het nodig is. Twee wagens vlogen de lucht in. Gelukkig de twee die het verst van Michiel en meneer Postma af waren. Grote gaten in de grond gaven de plaats aan waar ze hadden gestaan. Een boom lag half over de weg. Drie huizen waren veranderd in puinhopen. De ravage was vreselijk. Toen het geluid van de ontploffingen was uitgestorven, kwamen Michiel en meneer Postma bleek omhoog uit hun schuilplaatsen. Ben van Hieren was weggevaagd van de aardbodem, zo grondig opgeruimd dat het moeilijk zou zijn nog iets van hem te vinden om te begraven. Van alle kanten kwamen de mensen aanlopen. Ze drongen de rokende puinhopen binnen om te kijken of er overlevenden waren. Michiel wilde zich bij hen voegen, maar meneer Postma zei: "We moeten maken dat we wegkomen, er is hulp genoeg." "Waarom? Van Hierde is toch dood?" "Om onze wapens. Als ze ons aanhouden en fouilleren, zijn we er geweest." "Oh ja." Ze gingen ieder huns weegs. Meneer Postma naar huis. Michiel naar het hol om Jack en Dirk het pistool terug te brengen en verslag te doen van wat er was gebeurd. Ondanks de schrik door de ontploffing voelde hij zich opgelucht. Ben van Hierde zou geen kwaad meer kunnen doen. Maar hij was wel moe. Moe van het gevaar en de spanning, van de angst en de verantwoordelijkheid. Wanneer was die vreselijke oorlog nu eens voorbij? Hoofdstuk 16. Vijf vooruitgeschoven Engelse tanks trokken het dorp binnen. De familie van Beuzekom zat juist aan de lunch. Moeder zag de ongewone voertuigen het eerst. Minder log waren ze dan de Duitse tanks, bewegelijker, eleganter. Uit iedere koepel stak het bovenlichaam van een man met een licht gekleurd jak aan en een baret vrolijk schuin op één oor. Ze sprong overeind en harder dan de kinderen ooit van haar hadden gehoord, gilde ze: "De bevrijders!" Uit alle huizen stroomden de mensen de straat op. Ze tooiden zich met oranje sjerpen en met rood-wit-blauwe vlaggen. Ze beklommen de tanks en omhelsden de soldaten. De schuilplaatsen gingen open en naar buiten kwamen de Joden en de ontvluchte gevangenen en de verborgen gehouden piloten. Wie kon zingen, zong. Wie kon dansen, danste. Wie kon jubelen, jubelde. Het bleek dat er in het hele dorp geen Duitser meer was te vinden. De kazerne was verlaten. De nacht tevoren was alles wat Duitser was weggetrokken over de IJssel. De mannen van het ondergrondse verzet kwamen boven de grond. Ze droegen oranje banden om hun armen met de letters BS erop, Binnenlandse Strijdkrachten. Degenen die lang in het verzet hadden gezeten, die het gevaar jarenlang hadden geproefd, waren moe en bescheiden. Ze deden nu wat nodig was en daarmee uit. Degenen die zich pas de laatste weken bij de ondergrondse hadden aangesloten, toen de oorlog kennelijk op zijn eind liep, hadden een hoop praatjes en paradeerden zoveel mogelijk op straat. Ze vermaakten zich ermee iedereen op te halen die ervan werd verdacht met de Duitsers op goede voet te zijn geweest. Van de meisjes die zich met Duitse soldaten hadden ingelaten, werd het hoofd kaal geschoren. Mannen werden op het stuur van motorfietsen gezet en zo met hun handen omhoog door het dorp gereden en tenslotte gevangen gezet in de school. Sommigen verdienden niet beter, sommigen hadden alleen uit angst vriendelijk gedaan tegen de bezetters, maar nooit iemand verraden. Ook Schafter werd een tocht op de motor niet bespaard. Het was een ernstige vergissing. In zijn huis bleken drie Joden verborgen te zitten. Hij werd snel met excuses weer vrijgelaten. Michiel zocht hem thuis op om zijn verontschuldigingen aan te bieden. "Jij dacht natuurlijk dat ik die zaak met de koppelse veer aan de moffen had verraden, hè?" zei Schafter. "Ten slotte hadden wij dezelfde ochtend nog over dat veer gesproken."
Neem me niet kwalijk, zei Michiel verlegen. U vroeg me van alles. U en iedereen zei dat u het hield met de Duitsers en daar leek het toch ook wel op. Schafter knikte. Ik had die mensen in huis al vanaf 1942. Op een gegeven ogenblik merkte ik dat de Duitsers me begonnen te verdenken. Uit veiligheidsoverwegingen ben ik me toen als een vriend van hen gaan voordoen. Ik heb hun kleine diensten bewezen, onbelangrijke diensten natuurlijk. Vanzelfsprekend heb ik nooit iemand verraden. Hebt u ze het huis van Bertus Hardhorend gewezen? Hè? Nee. Jannegien heeft horen zeggen dat u ze die dag dat haar man werd opgepakt met de Duitsers heeft zien smoezen. Oh, bedoel je dat? Omdat ze me kenden, vroegen ze me de weg. Dat wil zeggen, ze vroegen of ik wist waar Driekersmans wegje was. Natuurlijk heb ik hun dat gewezen. Ze hadden het op de eerste de beste platte grond kunnen vinden. En hoe wist u in vredesnaam dat ik dat briefje bij u in de bus heb gegooid, vroeg Michiel. Mijn onderdukkers. Voor geval van nood hadden we een kikgaatje bij de voordeur gemaakt. Mijn onderdukkers hoorden het grind kraken en hebben gekeken wie eraan kwam. Uit hun beschrijving op te maken moest jij dat wel wezen. Ik begreep dat je me hevig wantrouwde vanwege dat koppelse veer. Ik snap het, zei Michiel. Het spijt me dat ik u ten onrechte heb verdacht, maar u was ook wel erg nieuwsgierig. Dat ligt in mijn aard, grijnsde Schafter. Vond u het niet erg dat u werd opgepakt? Och, zei Schafter, ik was bang dat ik van de motorfiets zou vallen, dat is alles. Ik wist wel dat het verder goed zou aflopen. Weet je wie me heeft gehaald? Jawel, ik heb u voorbij zien komen. Het was Dries Grotendorst, hè? Precies. Bij Grotendorst hebben ze een paar jaar lang een motorfiets verstopt onder de hooiberg. Verder hebben ze een hoop geld verdiend aan de zwarte handel. Ze vroegen 12 vooroorlogse nieuwe lakens voor een pondje boter, heb ik horen zeggen. Dat is anders niet veel voorgekomen in deze buurt, meende Michiel. Nee, de boeren hier waren in het algemeen eerlijk en menselijk, gaf Schafter toe. Maar de Grotendorsten niet. Dries is precies 22 dagen bij het ondergrondse verzet geweest. Zo kort dat hij niet eens wist dat ik er 3,5 jaar in heb gezeten. Nou ja, hij kan aardig motorrijden. En ik heb nog wel altijd vermoed dat Dries een hele kei was in het verzet. Wat kun je je vergissen? Gelukkig is het allemaal voorbij, zei Michiel. Zeg dat wel, knikte Schafter. Maar toch, hoeveel mensen kunnen echt blij zijn? De onderdukkers die bij mij in huis hebt gezeten, die lopen voor het eerst sinds 3 jaar weer vrij over straat. Zijn ze blij? Eensdeels wel natuurlijk, maar anderzijds, zij zijn de enige van hun families die nog leven. Een droevig uitgangspunt om opnieuw te beginnen. Michiel dacht aan zijn vader. Jullie weten er ook van mee te praten, zei Schafter. Ja, vooral voor moeder is het hard. Herinnert u zich de twee boerinnen die ik over het koppelse veer moest brengen? Dat waren zekere meneer Kleerkoper en zijn zoon. Ze hebben de oorlog overleefd. Vanmorgen kwam er iemand uit Den Hulst langs met een berichtje. Maar ook zij... Hij maakte zijn zin niet af. Men schat dat er van de 125.000 Nederlandse Joden 110.000 zijn omgekomen, zei Schafter. Vreselijk. Michiel ging naar huis. Ondanks de sombere woorden van Schafter, ondanks de droevige ogen van zijn moeder, groeide er toch een gevoel van blijdschap in hem. Het was dan toch maar voorbij. Hitler was verslagen. Er was een eind gekomen aan het schieten en moorden en martelen. Dirk was bij zijn ouders veilig en wel. Jack was terug bij zijn squadron en schreef lange verliefde brieven vol taalfouten aan Erika. Veerman van Dijk was omgekomen in een concentratiekamp in Duitsland, maar Bertus Hardhorend was terug bij zijn Jannegien. De honger was voorbij. Je kon heerlijke dingen eten als corned beef, wat dat dan ook mocht wezen. De geallieerde soldaten baden in weelde. Ze hadden gemakkelijke sportieve uniformen aan, een verademing om naar te kijken naar de gehate stijve pakken van de Duitsers. Ze maakten grappen tegen de meisjes, ze smeten met sigaretten en blikken eten en ze reden met een noodgang in kleine open auto's die ze jeeps noemden. Het leven had weer kleur. Je hoorde van veel doden, maar je hoorde toch ook van mensen die de oorlog op een wonderbaarlijke manier hadden overleefd. In de steden waren er van honger omgekomen, maar er waren er ook die hun ongezonde dikte waren kwijtgeraakt of door het weinige eten genezen waren van een maagzweer of een ingewandziekte. Er verschenen weer kranten en je mocht ze lezen ook, midden op straat als je wou. Heel wat anders dan de illegale blaadjes waarvan het bezit levensgevaarlijk was geweest. En er waren feesten. De mensen konden er niet genoeg van krijgen te dansen en te zingen, te hossen en te schreeuwen. Ze moesten de schade van 5 jaar inhalen.
Er was vreugde om de vrede. De vrede na een oorlog zoals nooit, nooit meer mocht terugkomen. Het is enkele maanden later. Ook de oorlog met Japan is nu ten einde. Amerika heeft kans gezien twee vreselijke, allesverwoestende bommen te maken. Atoombommen. Men heeft het nodig geoordeeld ze op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki te gooien. De steden met al hun mannen, vrouwen en kinderen zijn weggevaagd. En Japan heeft zich overgegeven. De gehavende wereld kan nu zijn wonden gaan likken. Op een avond maken Michiel en Dirk een wandelingetje door het dorp. Het gaat langzaam. Dirks rechtervoet zit in het gips. In het ziekenhuis zijn zijn tenen opnieuw gebroken en rechtgezet, deze keer onder narcose. Als het resultaat goed is, zullen ze daarna de linker doen. Er is goede hoop dat hij over een jaar weer normaal zal kunnen lopen. Nu gaat het nog voetje voor voetje met een stok. In de verte zien ze Gert Verkoren aankomen, een sportieve vent van een jaar of 25. Zie je Gert Verkoren daar? Vraagt Dirk. Jazeker, wat is er met hem? Hij was de derde man bij de overval op het distributiekantoor in Lage Zande. De man die jij niet hebt verraden? Vraagt Michiel eerbiedig. Dirk knikt. Intussen is Gert dichterbij gekomen. Ah Gert. Ah Dirk, ah Michiel. Hij blijft staan voor een praatje. Hoe gaat het met je voet, Dirk? Best hoor, volgend jaar doe ik weer mee aan de ronde van de flank. Als ik er niet was geweest, liep je hem dit jaar, zei Gert. En je zou hem nog winnen ook. Je weet niet hoe dankbaar ik je ben, Dirk. Dat is wel goed, zegt Dirk. Ik heb pech gehad en jij geluk, dat is alles. Bescheiden als hij is, verandert hij het onderwerp van gesprek. Zeg Gert, wat heb je daar een mooie blouse aan? Mooi hè? Heeft mijn meisje gemaakt van parachutezij. Ik heb een keer een dode mof gevonden, die in een Engelse parachute was gewikkeld. Aan die mof had ik geen behoefte, dat snap je, maar aan de parachute wel. Michiel spert zijn mond open, maar er komt geen geluid uit. Dirk legt een hand op zijn arm, alsof hij wil zeggen, laat mij het woord maar doen. Beheerst vraagt hij, wanneer was dat? Kort voor onze overval, direct na de overval, ben ik naar de Noordoostpolder gevlucht. Pas na de bevrijding ben ik in de flank teruggekomen. Toen lag die parachute nog keurig op me te wachten in de schuur onder het kippenvoer. Weet jij dat? Begint Dirk, maar hij breekt zijn zin af. Weet ik wat? Ach, niks eigenlijk. Kom, we gaan weer eens verder. Goedenavond, Gert. Hoi. Als ze verder slenteren, zegt Dirk verontschuldigend tegen Michiel. Het heeft immers geen zin erover te praten. Nee, zegt Michiel, het heeft geen zin. Eén ding heeft maar zin. Wat dan? Nooit meer in een oorlog vechten, alleen nog tegen oorlog. Zo is het, zegt Dirk. Hoofdstuk 17. Vele jaren zijn intussen voorbij gegaan. Michiel is nu 43. Hij heeft de kranten goed gelezen en hij weet dat er sinds die avondwandeling met Dirk gevochten is. In Indonesië, Joegoslavië, Hongarije, Noord-Ierland, China, Korea, Vietnam, Cambodja, Congo, Algerije, Israël, Egypte, Syrië, Jordanië, Ecuador, Dominica, Cuba, Honduras, Mozambique, Biafra, Kashmir, Bengalen en nog veel, veel landen meer.